Welkom bij de allerlaatste aflevering van Road to Lakeside. Maar deze deelnemer gaat helemaal niet naar Lakeside. De PDC besloot er anders over. Hij gaat naar Ellie Pelly. Welkom bij Road to Lakeside. Ja, een Road to Lakeside special. En dat is omdat deze man... Ja, we gaan jou niet terugzien op Lakeside. Nee, dat klopt. Wat eigenlijk wel de bedoeling was, heb je eigenlijk zelf... Nou ja, verpest wil ik het niet doen, want dat is eigenlijk een veel beter cadeau. Nou ja, ik heb het zelf niet verpest. Alleen de... Ja, de PC heeft het eigenlijk een beetje verpest eigenlijk. Ja, die moest ik een keuze van maken. Vind je het jammer? Ja, natuurlijk. Lakeside gooien is natuurlijk een droom die ik heb gehad sinds dat ik begon met mijn dachten. En ja, nu kon het eigenlijk waar zijn gemaakt en... Het is het nu geworden. Maar toch, de keuze voor Ellie Pelly dan? Ja, daar ga ik voor Ellie Pelly. Ja, daar doe ik veel meer aan natuurlijk. En ja, daar heb ik ook altijd van gedroomd. Dus één van de twee dromen moest uitkomen en die is uitgekomen. Ja, wie weet kan Lakeside altijd nog uitkomen. Laten we even helemaal teruggaan naar de geschiedenis. Daar hebben we het persoonlijk eigenlijk nooit met z'n tweeën heel veel over gehad. Je hebt een hele lange volgeschiedenis. En eigenlijk de laatste twee, drie jaar, en vorig jaar ging dan iets minder. Je haalde wel je tourcard drie jaar terug. En dit jaar gaat het eigenlijk beter. Hoe is die lijn voor jou geweest? Want het is natuurlijk, een diep dal wil ik het niet noemen, maar het is voor jezelf heel moeilijk geweest. Ja, het is wel een diep dal geweest, dat mag je echt wel noemen. Ja, het is heel erg een strijd geweest met mezelf natuurlijk. Ja, je moet natuurlijk blijven vechten en zorgen dat je gewoon positief blijft. Het heeft me heel lang geduurd om er echt verbetering in te vinden. Ja, en toen heb ik een jaartje op Challenge kunnen gooien en toen is er wel verbetering in gekomen. Heb ik ook een Challenge gewonnen. Vanaf dat moment is het eigenlijk alleen maar omhoog gegaan. Af en toe was een periode dat wat minder ging, maar uiteindelijk klom ik er ook uit. En het ging steeds beter en had ik mijn tourcard weer gehaald. Ja, die is ook niet echt super gegaan eigenlijk die twee jaar. Toen zat het nog een beetje tegen. Ik was wel op de goede weg, maar het zat niet mee. Een beetje teleurgesteld eigenlijk van die twee jaren, maar buiten dat had ik mijn tourcard een jaartje weer niet. En nu hebben we dit jaar. Denk terecht teleurgesteld, absoluut, als we naar de prestaties kijken. Eigenlijk sinds net voor corona ging het iets beter, toen kwam corona. Heeft dat jou ook geholpen? Je hebt een paar online toernooien gespeeld, ook bij ons. Ja, daar zag je eigenlijk wel in de loop van de weken heel veel verbetering. Vooral in de snelheid van gooien en het ritme wat weer terugkwam. Heeft dat jou ook geholpen die coronaperiode? Er was niks, dus je kon ook niks. Ja, ik denk het wel, want natuurlijk, je blijft trainen. Want je weet gewoon van, ja, als ik nu niks ga doen, dan... Gaat die corona misschien voorbij en dan ga je naar een toernooi en dan gooi je niks. Dat heeft me wel geholpen en natuurlijk online toernooitjes. Ik heb er een aantal gewonnen. Ik heb bij jullie de soort van Premier League mee. Twee keer finale. Ja, en, ja, laten we er niet over beginnen. Nee, nee maar dat zijn wel, zijn wel dingetjes die hebben wel veel geholpen. Natuurlijk, je krijgt gewoon vertrouwen van het winnen. Ook al is het thuis, ook al is het in de kroeg, ook al is het op een toernooi. Het telt allemaal mee en dat heeft wel geholpen. Je hebt mentaal ondersteuning gezocht bij Joppe Bakers en het team. Heeft dat jou heel erg geholpen? Wat hebben die voor jou betekend eigenlijk? Nou ja, die hebben gewoon veel geholpen als ik het nodig had. Zeg maar, dat ik zei van nou, ik wil nou even een ophebber hebben, zeg maar, of ik moet even weer op mijn plek gezet worden. En bij mijn Joppe heb ik gewoon video belt of gewoon normaal gebeld. En, heeft zeker wel geholpen. Ik ben er nu eigenlijk een beetje mee gestopt en heb ik tegen Joppe ook gezegd van nou, luister, als het met mij goed gaat, dan heb ik het niet nodig. Wat alleen maar positief is. Positief. Dan hebben hun een doel bereikt, ik heb mijn doel bereikt en dan gaan we zo verder. En ik zou mensen die problemen hebben gewoon aanraden om zoiets op te zoeken. En goede psycholoog zie je uiteindelijk ook niet meer, hè? Misschien af en toe voor een wake-up call. Ja, dus ik spreek Joppe wel eens zo, dat is geen probleem. Heel goede maat voor mij en gewoon, is goed, altijd goed onderling. Ja, en, het helpt. Dan kom je er een beetje bovenop, haal je tourkaart, twee teleurstellende jaren op de tour. En dan begin dit jaar, ja, Q-School zullen we het maar niet over hebben. En dan, een paar weken later, Dutch Open, Challenge Tour en in één keer ben je helemaal los. Net of de spanning is eraf. Nou ja. Ja, het is dit jaar niet, ik ga maar lekker gooien. Of word ik het dan verkeerd? Ik denk dat het misschien wel fijn is geweest voor mij om toch even een keer zo'n setback te krijgen. Dat ik even een tik tegen krijg, dat ik eventjes wat anders kan. Want als er twee jaar niet loopt door de Pro Tour en je haalt weer opnieuw je tourkaart en dat loopt weer niet, dan is het gewoon kloten. Nu had ik een beetje een reset knop eigenlijk op mezelf gekregen. Die is gewoon ingedrukt door de Q-School. En toen mocht ik in één keer de Dutch Open mee spelen. Dat had ik al jaren niet meer gedaan. Ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel leuk.
En dan gaan er heel veel deuren open. De Challenge Tour, de modus, noem maar op. Maar de omschakeling was eigenlijk heel snel. Want de Dutch Open is een heel lang toernooi, een hele lange dag. Vooral die eerste, die tweede, die is ook wel lang. Dan heb je veel meer rust ertussen en je weet echt waar je aan toe bent. Die eerste dag is heel rommelig. Ja, dat klopt. Maar je kon wel in één keer de knop omzetten en Barry stond er meteen. Van eigenlijk van het blauwe Pro Tour bordje waar je je mond moet houden naar de Dutch Open. Dat is ook wel knap. Ja, ik vind het altijd eerlijk gezegd dat ik behoorde bij de Dutch Open en bij de NDB, die banen vind ik altijd wel prima gooien. Het is alleen altijd, het kan irritant zijn als wel naast jou bijvoorbeeld iemand bijvoorbeeld een bepaalde kant terugloopt of ze loopt tegen je aan of dergelijke. Dat kan altijd gebeuren, dat is jammer. Maar buiten dat, ik gooi er graag op. Ik heb er heel veel goede herinneringen aan en ik zei meteen mezelf van nou, we gaan gewoon zien wat er gebeurt bij de Dutch Open. Mijn doel, ik had er nooit de finale dag gehaald. Ik heb er volgens mij maar 2 of 3 keer aan meegedaan bij de heren, dus ja, dat is niet zo'n grote verrassing dat ik het niet gehaald had eigenlijk. En ik dacht van ja, als ik gewoon een zondag haal dan. En ik dacht dat ik nog een wedstrijd moest op de zaterdag, maar ik was er eigenlijk al. Dus ik dacht ook oké dan. En de dag daarna begon het gewoon gelijk sterk en toen had ik het podium gehad en toen... De rest is geschiedenis. Toen, toen was het 3 gefeest. Goed, jij gaat niet naar lezen, maar we hebben wel een verrassing voor jou. Oh jee. Goed, ja, we hebben voor jou ook een verrassing. Er zijn er een paar die Ellie zeggen, er zijn er een paar die Lakeside zeggen, maar... Dit is jouw verrassing. Dit is mijn verrassing. Boe, verrassing. Eindelijk geplaatst voor Lakeside. Ja, vroeger altijd naar gekeken. Nu zelf geplaatst. Ja, want de begroting van het jaar, waarom zou je niet kunnen winnen? Ik zou zeggen, gas erop. Je weet toch? Hey, Barry, toppen. Wat een seizoen is dit geweest, man. Super trots op je. Heel jaar goed staan gooien. En het is gelukt. We gaan naar Ellie Pelly, WK-debuut. En zoals je ziet, de fanclub is er ook klaar voor. Gas erop! Hey Barry, allereerst heel erg bedankt dat je al ruim een jaar mijn pijlensponsor bent. Daarnaast wil ik je heel veel succes wensen op Lakeside. Maar dat zal vast wel goed komen hoe jij staat te gooien de laatste tijd. Kom op, succes! Toch wel 3 bijzondere mensen in jouw leven. Ja, zeker. Het is allemaal stuk voor stuk toppers natuurlijk. Mijn broer is natuurlijk al, sinds al ik begonnen met mijn dacht, is natuurlijk een vaste waarde in mijn leven. Die liep altijd naast jou in het begin. Ja. Jij, als je wat aan jou vroeg, kreeg je van Carlo antwoord in het begin. Ja, ik ben natuurlijk gaan dachten door Carlo en door mijn ouders natuurlijk. Maar Carlo heeft me wel echt op het goede pad gezet eigenlijk om beter te worden. Ja, en dat is natuurlijk een hele hoop. En Jarno is een van mijn beste maten en daar train ik wel vaker mee en reizen we vaak naar toernooi mee. Avondjes rondhangen. En dan gaan we naar Jules. En dan hebben we Jules, ja. Die heb ik laatst in Limburg weer een keer gesproken. En die zegt, ik heb deze pijlen. Ik zeg, dat zijn jouw pijlen helemaal niet. Nee, want jij bent Proundpartner of Jules Verdongen dit jaar. Ja, ik heb Jules een keer een setje pijlen gegeven bij het begin. En hij zei van, dat zijn wel mooie pijltjes. Dus mag ik die proberen? Proberen, ja. Ik zeg, wil je ze hebben? Ja, dat kan ook nog. Ja, dan probeer ik ze thuis gewoon en dan zien we het wel. En hij ging ermee staan en zat gelijk strak in het bord. En, ja, sindsdien, we zien allemaal wat Jules Verdongen dit jaar staat te gooien. Dus een veel betere Jules dan vorig jaar. En hij gaat snijden misschien ook nog over PSVK plaatsen. Dan mag ik misschien wel tegen Jules, tegen mijn eigen pijltjes gooien. Ja, mag je nog een keer tegen Jules? Dat is dit jaar ook al een keer gebeurd. Dat was al een paar weken geleden. Ja, was de Battle of the Walk-ons. Ja, bij de Eurotour toen. Ja. En bij de Pro Tour nog een keer tegengespeeld. De Eurotour vond ik wel een stuk leuker dan die Pro Tour. Die heb ik tenminste gewonnen. Maar ik vind het mooi om te zien. Wil je een keer naar hem toe in Amerika? Dat lijkt me wel heel leuk. Ik ben altijd een paar keer in Amerika geweest voor Softap. En hij doet ook Softap. We hebben eigenlijk tegen elkaar gezegd dat we eigenlijk samen naar Chicago een keer zouden gaan voor ontkoppelen. En het is er nog niet van gekomen. Maar ik zou het wel graag doen. Goed, dat gaan we zien. Ben jij klaar voor de dilemma's? Oh ja, is goed. Nou, dan gaan we voor het dakbord staan. Als er nu al dilemma's staan, dan is het niet goed hoor. Ja. Barry van Peer, de dilemma's. Ben je er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Kom op. Dubbel 20 of dubbel 16? Dubbel 16. Koppels of singles? Een gezonde mix. Ja, ik vind dat wel leuk. Een 9 darter gooien tijdens een wedstrijd en de wedstrijd verliezen of een 170 finish en de wedstrijd winnen? 170 komt winnen. WDF of PDC? PDC. Challenge Tour of Modus Super Series? Challenge Tour. Thuis of onderweg? Onderweg. Dutch Open of Eurotour? Eurotour. Defcon of Dominator? Dominator. Misschien moet ik keuze. Lex of Sets format? Sets.
Een keer Lakeside winnen of een keer op Ellie Pelly staan? Lakeside winnen dan. Een keer Lakeside winnen of de UK Open winnen? UK Open. Dan ga ik toch terugkomen, koppels of singles? Dat duurde heel erg lang. Ja, wat omdat je vanuit de softtippen komt? Nou ja, ook gewoon überhaupt hoe vaak ik dat in mijn leven heb gedaan eigenlijk. Single vind ik heel fijn, want dan doe ik het alleen maar aan jezelf. En lekker ritme. En in koppels heb ik, dan heb je gewoon zo'n band, weet je wel, met je koppelmaat. En je gaat samen voor één doel en één succes. En dan als je dan toch wint, of een toernooi wint samen, dan voelt dat toch ook weer heel leuk. Gewoon veel plezier, zeg maar. De andere waar je lang over na moest denken, de Mode Super Series of de Challenge Tour. Je bent eigenlijk de eerste die daar echt over twijfelt. Kon het ook misschien omdat je wat succesvoller was? Dus misschien wel iets wat je ligt, omdat je lekker warm kan worden door de week heen? Ja, ik denk, Mode Super Series is leuk. Alleen het is ook heel vermoeiend. En als het net je week niet is, ja, dan heb je gewoon pech. En bij een Challenge Tour weet je wel, dan, als je een keer een pech toernooitje hebt, dan heb je gewoon een nieuw toernooi de dag. Ja, en bij de modus is het gewoon één week en je moet gewoon, als je bijvoorbeeld de eerste groep al niet meer kan winnen of dergelijke, ja, dan is het eigenlijk wel een beetje nutteloos te gooien. Ja, dat klopt. Dus dat is misschien wel een beetje de, ja, waarom de Challenge Tour beter is. Berry, bedankt voor de dilemma's. Alsjeblieft. Ja, Berry, dat was jouw Road to Lakeside, of eigenlijk Road to Ellie Pelly. Ja. En bij iedereen heeft een slotvraag, zien we elkaar na de eerste wedstrijd? Nou ben ik zelf niet in Alexandra Palace, dus dat wordt heel lastig. De andere vraag is, zien we jou op Q-School? Nou, het antwoord is eigenlijk ook nee. Ik denk niet, nee. Nee, dan gaan we, dat mag ik hopen van niet, nee. En dan weet je, ja, eigenlijk heel veel succes op de Tour de komende 2 jaar. Dankjewel. Dankjewel. En we gaan zien wat Ellie Pelly brengt. Ja, hoop je zelf, wat hou je zelf op? Ja, ik wil sowieso de eerste ronde sowieso doorkomen. En vanaf daar zie ik het wel gewoon. Als ik gewoon een goed WK kan draaien, dat zou heel top zijn. Ik noem maar wat op, een paar rondes winnen, dat zou echt super zijn. Dan heb ik ook misschien wel de top 4-6 van de wereld behaald. En dan kunnen we jou lekker langer zien op de Tour. Ja, Benny, dankjewel. Alsjeblieft. Bedankt voor het kijken naar alle afleveringen van Road to Lakeside. Nog even een speciale bedankje aan de NDB en alle cafés die hebben meegewerkt aan Road to Lakeside. Wil je meer van dit soort series zien? Laat een duimpje achter op deze video en abonneer je op ons YouTube kanaal. En dan zien we elkaar snel weer op het YouTube kanaal van Darts Actueel. Hallo. Joehoe. Vond je dit nou een leuk filmpje? Abonneer je op ons YouTube kanaal. Wil jij meer van dit soort vette content zien? Neem contact met ons op voor een eventuele samenwerking om nog veel meer van deze mooie series te maken.